Jess, ik ben echt brak, man. Ben je laag gegaan? Echt wel. Gisteren eerst breed prosecco staan hakken op de dispuutsloep. Nou, relaxed. En daarna afpils op de soos. Chill. Hey, maar waar ben je zo brak van dan? Ja. Jezus, ik ben daarna nog met iemand mee naar huis gegaan. Jezus! Hoor! Dat zou je toch niet meer doen? Met HJ. Zeg het maar. Met HJ! Jezus! Maar die is bij het hele dispuut al op de dot gegaan hoor. Kom zo bij hoor. Ik wil graag een koffie en een broodje pastrami. Wit of bruin? Bruin. En pastrami is rundvlees, toch? Volgens mij niet. Maar loop! Huh? Pastrami is toch varkensvlees? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, zeker weten. Pastrami is varkensvlees. Oh, doe dan maar een bruin broodje met brie en ik wil graag dan van die koffie en thee maken. Ja, dat kan nu niet meer. Ik heb het al ingevoerd. Maar jij was dus ook met HJ. Ja, duh. Ja, jij hebt er wel jeuk aan. Zes hoe. Nee, maar dat is al meer dan een half jaar geleden, hoor. HJ, die steekt echt zijn lus in elke gleuk. Ik wil echt liever thee. Ja, ik kan nou niet meer deleten, meneer. De keuken wordt helemaal gek als ik dat doe. Hij heeft me gisteren gevraagd als een galadame. Oh, jou? Ja, hij wil natuurlijk gewoon een galamosje. Ja, hij houdt me wel de hele avond vrij, hè? Ja, in ruil voor een veeg met je jurk nog aan, schat. Ben jij nou nog meegegaan met hem naar dat huis? Nee, niet meteen. We zijn eerst een diagonaaltje gaan pakken bij de Febo's. Oh, en daarna? Niks gebeurd? Nou, HJ is niet zo'n beffer, hè? Nee. Maar hij heeft me geloof ik wel staan chocodippen. Ik ging voorover op de pot om een brokje te leggen. Wat? Formeren. Kotsen. Oh. Heeft het gesmaakt? Nou, eigenlijk niet. Boeien.